Je kent het vast, je hebt nieuwe schoenplaatjes nodig onder je schoenen en je weet niet welke kleur je moet kiezen. Ga je voor de gele, of voor de blauwe, of toch voor de rode schoenplaatjes. In deze video ga ik precies uitleggen waar je hebt kunt letten bij het kiezen van de juiste schoenplaatjes. En ik ga jullie advies geven welke schoenplaatjes er voor jou geschikt zijn. Bij Shimano heb je drie verschillende schoenplaatjes: rood, blauw, geel. Voordat ik ga uitleggen wat de verschillen zijn van de schoenplaatjes, ga ik eerst uitleggen wanneer je deze moet vervangen. Wanneer het kleurtje van het schoenplaatje af is, zou ik ze altijd vervangen. Wanneer je een blessure hebt aan je knie of ergens anders aan je been, zou ik ze eerst proberen te verzetten. Lukt het niet, zou ik gelijk de schoenplaatjes vervangen, dan kan je dit in ieder geval uitsluiten. En ook al zit het kleurtje erop, maar zit er te veel speling op je pedaal en kan je hem helemaal heen en weer bewegen wanneer je vast zit. Het is natuurlijk gevaarlijk wanneer je gaat sprinten, kan deze uitschieten door de kracht. Dit wil je natuurlijk niet hebben, dus vervang ze dan op tijd. Wanneer we de verschillen gaan bekijken van de schoenplaatjes, kan ik jullie vertellen dat je geen andere pedalen hoeft te kopen wanneer je schoenplaatjes wisselt. Dus ga je van blauw naar geel. Of van geel naar rood, hoef je geen andere pedaal te kopen. Elk schoenplaatje past op een Shimano Race-pedaal. Dus dit is ideaal wanneer je schoenplaatjes wilt verwisselen. In ieder geval, je hebt drie verschillende kleuren. Laten we beginnen met rood. Met de rode schoenplaat zit je eigenlijk muurvast. Wanneer je het rode schoenplaatje monteert, kan je eigenlijk niks bewegen. Dus je schoen zit gewoon vast op je pedaal. Het is natuurlijk ideaal om de juiste kracht over te brengen op je fiets. Hierbij heb je natuurlijk geen krachtsverlies. Maar wanneer een schoenplaatje al een millimeter verkeerd staat, kan je al een blessure krijgen, omdat je dan last kan gaan krijgen van je gewrichten. Dus een vrij riskant plaatje. Wanneer je voor de blauwe gaat, heb je 2 mm speling. 2 mm speling betekent dat je net wat kan bewegen, maar dat je nog wel redelijk vast zit. En dat de kracht nog echt goed overkomt. Als laatste heb je het gele schoenplaatje. Met het gele schoenplaatje zit er 6 mm speling op. Dat betekent dat je redelijk wat kan bewegen. Dat je wat krachtsverlies hebt. Maar dat dit echt wel blessures voorkomt. Staat het schoenplaatje verkeerd, dan heb je hier niet zo heel veel last van. Dan bij een blauwe en vooral niet dan bij een rode. Het verschil tussen rood en geel is opgevuld met de blauwe. De blauwe is er later bijgekomen omdat de meeste pros dit te vast stonden en dit te los, stonden, los vonden staan. Dus dan hebben ze de blauwe erbij gemaakt bij Shimano om dit probleem te voorkomen. Het verschil tussen de gele en de blauwe is dat het draaipunt van de gele in het midden zit en het draaipunt van de blauwe aan de bovenkant zit. Dat betekent. Dat je met de blauwe iets meer met je hiel kan bewegen. En met de gele iets meer vanuit de bal van je voet kan bewegen. De gemiddelde regiant gaat het niet merken, daarom adviseer ik ook dat ze de gele moeten pakken. Met de gele kan je eigenlijk in principe een blessurevrij rijden. De kracht komt alsnog goed over, want je zit er redelijk vast. Maar een blessure is natuurlijk het vervelendste. Wanneer je een fanatiek coureur bent, uh, zou ik adviseren om voor de blauwe te gaan. Een blauwe is net wat strakker. Hierbij komt de kracht wat beter over. En je hebt toch nog een klein beetje speling. Weet jij exact de juiste maat van jouw uh, schoenplaat? Weet jij exact waar je schoenplaatje moet zitten onder jouw schoen? Dan is de rode perfect. Um, moet je wel echt op de millimeter goed afstellen. Maar dan weet ik dat de kracht het beste overkomt. Maar staat deze millimeter verkeerd, dan heb je misschien al een blessure. Dus pas hier uiteraard mee op. Ik hoop dat de video duidelijk is dat jij het juiste schoenplaatje kan kiezen voor jouw fietsgedrag. In ieder geval bedankt voor het kijken. Um, geef een duimpje omhoog. Abonneer hieronder en ik zie jullie weer de volgende keer. Tot ziens!